Met wie had Joran van der Sloot contact vanuit zijn cel in de meest beruchte gevangenis van Peru? Podcastmaker Ilan Hoekstra zocht het uit in de gloednieuwe podcastserie De Vrienden van Joran, te horen bij Podimo. 3 jaar geleden stuitte ik op een video van Joran die voor mij nog onbekend was. Oh, je hoort me goed? Een Skype-gesprek. Ik hoor je goed. Met in de hoofdrol Joran van der Sloot. Oké, gelukkig schat. Kan ik je eigenlijk te pakken krijgen? En een onbekende jongen. En Ilan Hoekstra is hier. Met hem duiken we in het netwerk rondom Joran van der Sloot. En ook voormalig gevangenisdirecteur Frans Douw is onze gast. Hij schreef het boek Het zijn mensen, het verhaal van een gevangenisdirecteur. Welkom allebei. Dankjewel. We frissen eerst ons geheugen even op. Ja, Joran van der Sloot zit een straf uit van 28 jaar in Peru voor de moord op het meisje Stephanie Flores in 2010. Hij werd bekend doordat hij verdachte was in de verdwijningszaak rondom Natalie Holloway, de Amerikaanse die op Aruba in 2005 verdween. Die zaak is nooit opgelost. Maar vorige maand is Van der Sloot wel tijdelijk uitgeleverd naar de Verenigde Staten, waar hij terecht moet staan voor de afpersing van de ouders van Natalie Holloway. Want hij zou in ruil voor geld de locatie van het lichaam geven van Natalie. Alleen, ja, dat heeft hij nooit gedaan. Nee, dat is nog een heel treurig detail. Ilan, het idee voor jouw podcast over dat netwerk rond Van der Sloot begon op een bijzondere manier, want jij was gevangen klinkt nu een beetje raar in dit verband, maar jij zat vast in een hotelkamer tijdens de coronapandemie in Peru. Ja. Maar waarom, de logische stap, daar zit toch wel een verhaal tussen. Waarom maak je dan ineens een podcast over Joran van der Sloot? Daar zit een stukje humor bij. De coronapandemie was plots losgebarst, ook in Peru. En de president had gezegd, toeristen mogen hun hotelkamer niet meer uit. Dus daar zat ik als backpacker in mijn hotelkamer. En het was eigenlijk een soort gouden kooi. Het was een hotelkamer, ik moest eten bestellen, et cetera. En je zit dan maar te appen en te doen. En toen appte een vriend grappend eigenlijk naar mij. Weet je wie er ook vast zit in Peru? Joran van der Sloot. Dus toen dacht ik eigenlijk van hoe is het eigenlijk met hem? Mm. Ik heb al een tijdje niks van hem gehoord, want zoals je van Kees hoort, hij was eigenlijk jaarlijks in het nieuws of bijna maandelijks. Dus ik begon eigenlijk op mijn telefoontje te zoeken van hoe zit het nu eigenlijk met hem? Wat spookt hij op dit moment uit? Toen kwamen alle filmpjes van Peter R. de Vries van de undercover actie voorbij. Het wijnglas in het gezicht. Jawel. Precies. En ergens op pagina 6... stuit ik op een heel vaag gesprek wat Joran van der Sloot vanuit de Peruaanse cel met een onbekende jongen voerde. En toen was jouw nieuwsgierigheid gewekt? Ik werd getriggerd. En je dook in dat netwerk van vrienden, mensen met wie hij contact heeft, niet vroeger, maar nu. Ja. En wie zijn het? Ja, een van die vrienden is dus die onbekende jongen waar hij mee skypt vanuit de Peruaanse gevangenis. Dat is Stan. En daarnaast, een Nederlander. Dat is een Nederlander, een Limburger, een hele slimme jongen. En een andere vriend is Robert van den Broeke. En dat is weer een verhaal apart. Dat is een paranormaal medium. Oké. Ja. En in jouw podcast neem jij ons mee in de zoektocht naar wie deze mensen zijn. Ja, dus ik leg uit wie die vrienden nou eigenlijk zijn. En als je zo hoort, een paranormaal medium, daar moet wel even wat uitleg bij waarom Joran dan bevriend is met hem. En ik leg eigenlijk een netwerk bloot van waarom is Joran bevriend met deze mannen? En waarom hebben deze mannen weer contact met Joran? Want, voor de duidelijkheid, die mannen hebben ook belang bij dat contact. Dat is niet alleen maar om de verveling tegen te gaan. Ja, een paranormaal medium die wil natuurlijk boodschappen de wereld inbrengen. En dan is het wel fijn om iemand te hebben die jou bepaalde informatie influistert. Aha, straks duiken we daar nog even iets dieper op in. Frans Douw, hoe verklaart u het dat mensen zich voor het karretje laten spannen van een in dit geval veroordeelde moordenaar? Ja, zeker in zo'n publiciteitszaak gebeurt, is dat het ongelooflijk, want Joran van der Sloot, dat is natuurlijk een zaak die tot verbeelding spreekt. Niet alleen van Ilan, maar van veel meer mensen. En het roept ongelooflijk veel reacties op. Massamoordenaars, bij wijze van spreken, die talloze brieven krijgen. Mensen die, zoals zo'n medium, die dat interessant vindt. En een zaak waar zoveel vragen nog over zijn. Wat is er mooier als een medium ook nog antwoorden kan geven? Ja. Daar kan je jezelf gigantisch mee profileren. Maar er zijn gewoon sowieso heel veel mensen die waar het iets bij oproept en die onderdeel willen worden van het verhaal en die gefascineerd worden door zo'n figuur en daar dan contact mee willen. En dat heeft u ook vaker gezien in uw eigen loopbaan? Zeker, vaker in mijn eigen loopbaan. Maar ik heb over de hele wereld ook projecten gedaan in gevangenissen. Eén plek waar je dat heel erg ziet is bijvoorbeeld op Death Row in de Verenigde Staten.
Waar eigenlijk dames van de hele wereld zich verzamelen om op bezoek te gaan bij de... Ter dood veroordeelden. Ja, precies. Die verliefd worden bijvoorbeeld op gevangenen. Bijvoorbeeld, ja. Verliefd worden, vriend ermee worden. Ja, want Joran van der Sloot is in die gevangenis ook nog getrouwd, hè? Ja. En heeft ook nog een kind. Klopt. In de Peruaanse gevangenis. Dat is op zich niet gek. In die zin dat overal in de wereld, misschien goed om te zeggen, is ook een basis mensenrecht. Kunnen gedetineerden contact hebben met mensen van buiten en hun familie. Mm-hmm. Met hun kinderen, met hun ouders, maar ook met vrienden. Dat is een heel belangrijk recht, wat eigenlijk wel overal min of meer wordt gerespecteerd. Dus dat hij die contacten heeft, dat is op zich helemaal niet zo gek. Nee. In jouw podcast, Ilan, horen we onder meer een gesprek tussen Joran en een van zijn vrienden dan. En dat gaat via Skype. Oh, je hoort me goed? Ik hoor je goed. Oké, gelukkig, schat. Ik kreeg je maar niet te pakken iedere keer. Dus ik ben blij dat het nu eindelijk zover is. Ja, nou, als je ook gewoon een keertje geen zin hebt, moet je het ook gewoon zeggen. Nee, dat heeft niks meer te maken. Ook niet. Ik had hem ook een paar keertjes wat vroeger laten verbergen. Ja, we horen hier een man met een Limburgs accent of Brabants. Ja. Kan niet helemaal. Limburgs, ja. En hij noemt Joran van der Sloot schat. Ja. Waarom zegt hij dat? Nou ja, toen ik in mijn hotelkamertje in Peru zat, dacht ik ook van, deze hebben een relatie met elkaar. Ja. Dat blijkt vanuit de kant van Joran niet zo te zijn. Die heeft al een vrouw, zoals je net zei. Maar zij hebben zo'n hechte band dat zij op deze manier met elkaar communiceren. Het is vriendschappelijk dus. Vriendschappelijk. Ja. Deze jongens kennen elkaar eigenlijk al sinds 2007. Dus dat is eigenlijk tussen de verdwijning van Natalie en de moord op Stephanie Flores. Dus ja, they go way back. Ja, en wat behelst dat contact? Waarom hebben die twee contact? Ja, dat vanuit Joranse kant heeft hij deze vriendschap onderhouden omdat Stan hem geld overmaakt. Stan heeft heel veel geld, zegt hij zelf. En dat gunt hij ook Joran. Dus dat is vanuit Joranse kant de vriendschap belang. Met Stan. Ja. Van Stan is het veel interessanter. Stan weten we het eigenlijk niet. Hij noemt zichzelf een soort Robin Hood. Hij ziet de goedheid van elk mens in. En gunt ook Joran liefde en betrouwbaarheid. En iemand die hem kan vertrouwen. Maar als je zo'n vriendschappelijke band hebt, dan lijkt het me best lastig als jij als podcastmaker met een microfoon voor de deur komt staan en zegt, ik wil jou graag even spreken. Ik denk dat hij dat dan ook wel graag even intern wil houden, wat hij met Joran bespreekt. Ja, en dat heeft hij ook gewild. Hoe komen we dan aan dit gesprek? Dat is via gegaan en heeft een Nederlandse blogster online gebracht. Maar dat is nooit echt groot opgepikt, omdat iedereen dacht van waar gaat dit over? Vandaar dat het ook op pagina 6 op YouTube stond en ik eigenlijk in eerste instantie ook niks begreep. Maar toch ergens zit er bij Stan ook een soort van trots dat hij contact heeft met deze Joran van der Sloot. Ja. Frans Daal, waar ligt de grens bij dit soort contact? Dit klinkt als oké, iemand wil geld geven aan Joran van der Sloot. Ja, dat mag. Dit is een free country of world. Nou, de grens van van een dergelijk contact wordt heel erg bepaald door de organisatorische en veiligheidsvoorwaarden die er zijn. Van de betreffende gevangenis. Van de gevangenis. Hè, want zo'n contact, dat kost tijd en het kost geld en het moet begeleid worden en gecontroleerd worden en dat soort dingen. En verder moet je inderdaad naar de veiligheid kijken. In hoeverre wordt de veiligheid bedreigd? Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Is er sprake van voortgezet crimineel handelen? In Nederland zijn we daar heel erg bang voor. Ik vind zelf dat we daar heel erg in doorschieten in Nederland. In dat we bang zijn dat criminelen doorgaan met crimineel handelen. Dat is wel heel bedreigend. Alleen we moeten eerlijk zijn over het feit dat dat heel erg lastig te voorkomen is. Omdat inderdaad mensen gewoon brieven kunnen schrijven, bezoek kunnen ontvangen. Wat gewoon ontzettend belangrijk is, dat dat ook gewoon door blijft gaan. Ja. En dan kun je ook onmogelijk alles controleren. Dat gaat gewoon niet. Hè, bijvoorbeeld Taggi, die heeft zijn neef als advocaat gehad. Wat op zich een hele nare situatie was en ook moeilijk te begrijpen. Hè, dat iemand zo lang door zijn neef wordt bezocht die ook nog allerlei boodschappen doorgeeft. Maar vanwege Taggi is het e-mail systeem waar kinderen en partners van gedetineerden gebruik van konden maken, is uit de lucht gehaald. Zodat al die duizenden mensen niet meer kunnen e-mailen.
Terwijl er bij Taghi nooit iets misgegaan is in dat opzicht. Tenminste, dus, niet dat wij weten. Nou, niet bij de e-mail, want al zijn e-mails zijn gewoon uitgebreid gecontroleerd. Ja. Dus dan dupeer je heel veel mensen buiten de gevangenis? Ja, familie omdat, en omdat we met z'n allen zo bang zijn voor wat er allemaal kan gebeuren, dat we maatregelen nemen die eigenlijk, ja, eigenlijk voor de bühne misschien heel interessant klinken, maar die in feite totaal niet effectief zijn. Nee. En ja, deze Stan heeft, die vindt het interessant of zo, dit contact met Joran van der Sloot. Misschien is er oprecht een vriendschap ontstaan. Joran van der Sloot heeft belang bij het geld dat blijft binnenkomen. Waar gebruikt hij dat voor eigenlijk? Dat weten we niet. Maar hij is onlangs wel gepakt op drugsmokkel in de gevangenis in Peru. Dus je zou kunnen zeggen, daar heeft hij geld voor nodig. Wat hij ook in dit Skype-gesprek zegt, hij heeft geld nodig om de corrupte directie om te kopen, om toch wat fijner in die gevangenis te zitten. Dus daar heeft hij ook geld voor nodig. Ja. Dus dat is wel op een illegale manier gebruikt, dan zou je kunnen zeggen. En als dit Skype-gesprek vanuit de cel plaatsvindt, is dat niet een enorme uitzondering of illegaal? Nou, wat ik een beetje begrijp is dat, ook uit de podcast, en ik heb een stukje geluisterd, is dat, dat de telefoon is binnengesmokkeld. Ja. Dat het dus geen legale telefoon is. Nou, dat heb je overal in de wereld, heb je dat. Hè? Ik ben zelfs op Death Row of in Rusland of het in lukt allerlei altijd, gevangenissen. Als je echt wil. Dan zijn er allerlei manieren. Bijvoorbeeld, ja, er zijn heel veel technieken, maar een daarvan is natuurlijk heel simpel, het personeel. Dat is natuurlijk een hele simpele manier. Zeker in landen waar mensen lage salarissen hebben en landen die corrupt zijn, is dat heel eenvoudig. En dat is inderdaad illegaal, maar het gebeurt wel. Dus daar moet je niet zo verbaasd over zijn? Ik krijg zelf, nee, helemaal niet zelfs. In Nederland zijn er ook mobiele telefoons in gevangenissen en eigenlijk overal. En hier krijg ik de indruk dat Joram een fascinerende figuur is voor een heleboel mensen. Dat die ook contact met hem willen. Mensen waar wellicht ook van alles mee aan de hand is, zelf. En dat zo'n Joram wel het soort persoonlijkheid heeft. Ik ken hem niet hoor, maar dan baseer ik me op de kranten. Ja. Die dan ook op dat moment wel iemand zover kan krijgen dat hij geld gaat overmaken. En ook nog het gevoel heeft van nou, ja, ik ben verschil aan het maken voor iemand. Hè? Je maakt iemand heel belangrijk. Ja, hij maakt gevoel, die persoon belangrijk. Van jij doet iets belangrijks. Want ik zit hier helemaal in zo'n cel en helemaal moeilijk. Ja. En ja, als jij mij helpt, dan is dat heel tof. En, nou ja, en die persoon die zal wel iets uithalen voor zichzelf, denk ik. De Vrienden van Joran is te horen bij Podimo. Hoeveel afleveringen, Ilan? 4 en vandaag is de eerste online. Die kunnen we allemaal vinden. Dank jullie wel, podcastmaker Ilan Hoekstra en voormalig gevangenisdirecteur Frans Daal. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.